Hallo en welkom bij deze fotovideo.nu demonstratie van Adobe Photoshop CS6. Het pakket kent een heleboel vernieuwingen. We gaan er nu een drietal laten zien aan de hand van een drietal verschillende foto's. Nou, een van de vernieuwingen is bijvoorbeeld miniatuurfunctie die je ook al kent van Adobe Photoshop Elements 10, daarin geïntroduceerd. En die vinden we ook hier in CS6 terug. En dat zien we namelijk bij filter en blur. Dit is natuurlijk nog de Engelse versie van Photoshop. De Nederlandse volgt binnenkort. En dan zien we dat we daar verschillende mogelijkheden hebben. Waaronder Iris Blur, waar we zo meteen op terugkomen. Maar ook Tilt Shift. En Tilt Shift, dat is dat bekende miniatuur-effect wat je krijgt. Ja, daarvoor kun je een echte Tilt Shift lens gebruiken. Maar het kan dus ook achteraf van Photoshop. En dat is iets wat de laatste tijd heel veel wordt gedaan. Zowel in foto's als ook in video's. Als we daarop drukken, dan krijgen we een preview te zien. Een standaard weergave, zeg maar, waarbij het middelste van het beeld scherp is. Dat kunnen we makkelijk aanpassen als we dat zouden willen. Bijvoorbeeld iets naar beneden gaan. We kunnen eventueel het gebied nog wat uitbreiden. Dus het scherptegebied wat groter maken. Zodat bijvoorbeeld het puntje van deze toren er ook helemaal scherp uitziet. Ja, en de rest is dan onscherp. Heeft even wat rekenkracht nodig. Ja, hier, dit kunnen we ook nog wat verder aanpassen. Zodat we kunnen zien van wanneer willen we echt dat alles volledig onscherp is. Daar kun je naar hartelust mee spelen. En wat ook helemaal nieuw is in CS6 is deze methode. Via het cirkeltje in het midden kun je namelijk het effect, de sterkte van het effect kun je bijstellen. Dat is dus een stuk makkelijker dan via sliders aan de rechterkant, waar het natuurlijk ook gewoon mee kan. Maar hier is het makkelijker omdat je bent toch bezig met het bewerken van de lijnen en de mogelijkheden en dergelijke. Dus bijvoorbeeld in dit geval kiezen we voor deze instelling. Zijn we er helemaal tevreden mee? Dan klik op de OK-knop. En dan is het tijd om heel even te wachten. Want dan moet hij dat natuurlijk helemaal gaan doorrekenen. We doen het op een quad-core van 2,7 GHz. Maar desondanks is die al een aantal jaartjes oud. En voilà, hier is het uiteindelijke resultaat. Mooi of niet, het is in ieder geval iets wat je dus in CSS heel makkelijk kunt toepassen. Je hebt daar dus geen Photoshop Elements 10 voor nodig, die de eerste was van het Adobe pakket die dit kon. Nou, dit is echt het Tilt Shift perspectief met lijnen, waarbij dus een lijnperspectief scherp is. Maar je kunt het ook in een cirkelvormige vorm doen, wat een heel ander effect geeft. Bijvoorbeeld aan de hand van deze foto. Als we bij filters en blur niet kiezen voor tilt shift, maar voor iris blur, dan krijgen we een heel ander effect. Klik erop, dan krijgen we natuurlijk weer de standaard weergave. Dat is een ellipsvormig selectie. Die kunnen we eventueel ook nog aanpassen. We kunnen daar ook een cirkel van maken, als we dat mooier vinden. En natuurlijk, net als voorheen, is ook de positie te veranderen. En in dit geval past dit er wel goed bij, zeg maar. Deze puntjes gebruik je om dus weer te bepalen, net als bij Tilt Shift, hoe het verloop moet zijn van die onscherpte. Moet het heel snel onscherp worden of moet het heel gelijkmatig? En hiermee kunnen we natuurlijk ook weer het scherptegebied aanpassen en eventueel wat groter maken. En net zoals bij de andere kant, net zien we hier in het midden zien we het effect. Dus daar kun je het effect dus kleiner maken, als je dat zou willen. Dus dan is er meer scherp in dit geval. Of je kunt zeggen, goed, voor het maximale effect willen we ook een groter verschil tussen scherpte en onscherpte. En dan kun je bijvoorbeeld voor zoiets als dit gaan. Even wachten tot het berekend is. Nou, dit is wel heel extreem. Dus we schalen dat een klein stukje terug. Ja, het is leuk om mee te spelen, zeg maar. En het is natuurlijk vooral ideaal voor mensen die bijvoorbeeld geen lichtsterke lens hebben of een compact camera, waarmee je dus minder snel zo'n scherpe diepte effect kunt krijgen. Dat kun je dus zelf handmatig toepassen. Aan de andere kant kun je ook afvragen wanneer het nog mooi is. Want toch mensen met een goed oog kunnen wel zien of dit nou echt een lenseffect is of een bewerkingseffect. Oftewel dat het is gefotoshopt. En gefotoshopte foto is toch altijd nog minder mooi over het algemeen dan een echte foto. Maar goed, we gaan het effect even doorberekenen voor het eindresultaat en dan gaan we over naar de laatste foto. En 1, 2, 3. En daar is die.
geeft best wel een aardig resultaat met de diepte die er toch al was. Alleen de oorspronkelijke foto was helemaal scherp. En in dit geval is daar ja, duidelijke scheptediepte, een beperkte scheptediepte aan toegevoegd. De laatste foto die is ook nieuw in CSS. Er bestonden al verschillende perspectiefcorrectiemogelijkheden in Photoshop al enige tijd. Nu kun je dat nog exacter bepalen. Maar ja, het blijft desondanks wel een flink werkje. Er zitten natuurlijk in Lightroom en in Photoshop ook al een aantal automatische correctiemethodes, waarbij je weet welke camera en lenscombinatie je gebruikt hebt. Op basis daarvan kan je het automatisch doen. Maar je kunt het ook helemaal handmatig doen. En in dit geval is dat wel duidelijk, want je hebt hier ja, toch wel een behoorlijk scheef perspectief van dit huis, in dit geval van dit gebouw, het gemeentehuis van Maastricht volgens mij in mijn hoofd. En dat kun je doen via filter. En dan zien we hier Adaptive Wide Angle, in de Engelse versie althans. Klikken we erop, krijgen we een ander venster te zien, die al wat is aangepast. Je ziet dat de hoeken anders zijn dan ze oorspronkelijk waren. Helemaal links onderin zie je welke camera gebruikt is en welke lens. Dit is al van flink wat jaartjes geleden. En vervolgens kunnen we de camera helpen bij het lijnenspel. En het unieke daarbij is dat omdat de software de camera en lenscombinatie kent, dat je dus ook zonder dat je meerdere keren hoeft te klikken, dat hij automatisch de afwijking kent. Dus in dit geval krijgen we geen rechte lijn, maar een schuine lijn, omdat hij precies weet wat die afwijking van de lens is. Ja, dat is heel erg prettig. Op basis daarvan doet hij meteen een correctie. Die lijn wordt dus automatisch recht. Het gebouw staat nog steeds scheef. Daar gaan we zo meteen iets aan doen. Nou, dat doen we natuurlijk dan ook aan de andere kant. Ik kan niet precies zien waar het eindigt, dus dat houden we even hier. Het gaat vooral om de horizontale en de verticale lijnen. Het is alsnog in deze foto een hoop werkje, omdat ja, deze heb ik natuurlijk specifiek uitgezocht, omdat er bijzonder veel vertekening is. En we hebben hier te maken met verschillende elementen, waaronder ook natuurlijk die vlaggenmasten bovenop. Ja, dan wordt het toch al lastig om dat allemaal helemaal recht te krijgen, want corrigeer je het ene, ja, dan blijft het andere nog achter. En ja, ik bedoel, dan is het ene dus wel recht, maar het andere is wellicht nog scheef. Dus dat maakt het niet makkelijker. In ieder geval, dus de kromme lijnen zijn recht geworden. Dat scheelt al de helft. En laten we nu eens gaan kijken. Als je op zo'n lijn klikt, dan kun je alsnog bepalen hoe recht het eigenlijk moet zijn. Want het staat hier nog steeds scheef. Dus laten we eens de meest extreme lijn pakken. Dat is deze. Ja, deze staat behoorlijk scheef. En laten we die eens recht maken. Dus zeg maar 90 graden ongeveer. Moet je even kijken hoe het in de rest van de foto precies past. Maar dan past hij de rest van de foto in één keer aan. En deze lijn, baf, is recht. De rest is nog schuin, maar is toch al een stukje aangepast. Nou, laten we deze ook eens recht maken om te kijken wat daar het uiteindelijke effect van is. En dat is een beetje spelen, omdat het misschien niet in één keer helemaal goed gaat lukken. Het lastige is, je blijft altijd wel een beetje zien dat er sprake is van vertekening. Maar het wordt in ieder geval wat beter dan de oorspronkelijke foto was. Want laten we die er nog eventjes tussendoor bij pakken, door de preview uit te zetten. Dat is dit. Dus het is echt extreem scheef en het wordt nu naar ja, toch iets wat gecorrigeerd scheef. En er zijn natuurlijk nog steeds dingen die niet helemaal kloppen. Hè. We kunnen hier natuurlijk nog ja, dit nog iets aanpassen en rechtzetten. Wat onder andere niet gaat kloppen is het deel hier aan de linkerkant. Dat is echt extreem schuin omhoog gelopen. Ja, dat kunnen we natuurlijk bijvoorbeeld door hier de hele lijn te selecteren. En opnieuw zie je dat die lijn wordt dus niet recht maar krom vanwege de vertekening van de lens die bekend is. En als we daar een lijn maken, dan doet hij al meteen een poging om het recht te maken. Doen we dat nog wat extremer door echt te zeggen van nee, we willen het echt helemaal op een, ja, om en nabij de 0 graden. Dan komen we ongeveer hierop uit. Nou goed, dit was even een snel voorbeeld. Dit moet natuurlijk nog uitvoeriger, want de torentje staat ook nu relatief scheef bijvoorbeeld. En er moet hier ook nog wat aan gebeuren. Maar toch zien we dat met deze methode de personen blijven redelijk in hun ja, oorspronkelijke gestalte. Dus die vertekenen niet mee. Dat gebeurt er in het verleden nog wel eens. Dan weet iemand ineens heel erg dun of heel erg dik.
En in dit geval is ja, de foto is toch, het is een behoorlijk verschil met wat het origineel was. Je ziet nog steeds dat er sprake is van enige vertekening. Maar die vertekening is ja, beduidend minder storend dan het oorspronkelijk was. Dus tot zover deze drie voorbeelden van Adobe Photoshop CS6.